We gaan naar Anton en we leggen hem uit dat hij ons in gevaar brengt. Geef me zijn nummer. Hij is nu op dat feest. Kan me niet schelen. Geef mij zijn nummer. Ik bel wel op de jou, hè. Als hij verstandig is, dan geeft hij die koffer terug en dan zijn we snel overal vanaf. Alles goed hier? Valt hij je lastig? Nee, hoezo? Omdat ik zijn soort een beetje ken. Je ziet er niet erg relaxed uit, jongen. Er schoot me net iets te binnen. Ik heb je al een keer zo in de stress gezien. Ik weet niet waar je het over hebt. Vlak nadat mijn zusje mishandeld werd, kwam jij box binnen met net zo'n gespannen kop als nu. Jij ziet dingen die er niet zijn. Je weet dat daar pillen tegen zijn, hè? Ja, ik ga. Succes, ik spreek je later. Ik kom er wel achter waar jij mee bezig bent. Mijn mensen zitten er bovenop. Weet ik toch? Jij was in de buurt van Sasha toen zij die auto ingetrokken werd. Beetje raar dat jij niks gezien hebt. Dat heb ik al uitgelegd aan die mensen van jou. Mm-hmm. Jij lult je overal uit, hè? Maar niet bij mij, vriend.